Patiënten kennen tijdelijk net bij haar een elektronisch patiëntendossier. En ik het dataverkeer naar oren ziekenhuizen is onder brutsen. Het is net duidelijk werd de hackers naar op ziek wien. Dat weten we op dit stadium nog net. We weten wel dat, en dat is het wichtigste, dat de gegevens in het MCL die binnen beschikbaar, de digitale systemen in het MCL die werken. Dus de patiëntendossiers zijn beschikbaar voor de artsen, de verpleegkundigen en de zorgverleners. De zorg gaat gewoon terug en dat is op dit stadium het wichtigste. Het ziekenhuis heeft geen fysiek om losgeld van de hackers kregen, staat Jedder voor het geval weer bij de Universiteit van Maastricht. Wanneer de patiënten waarbij haar een patiëntendossier kennen, is net duidelijk. Nevens techjournalist Lars Hoekstra luidt het lekker was net bij het MCL zelfs. Nou, het punt is, dit is een extern systeem. Dus ja, eigenlijk het systeem dat hij zelf net in beheer. Dus wat er wat, dan kan het zo wijzen dat je daar de gevolgen van ondervindt. En in dit geval is daar het lek en net exact bij het MCL. Alleen ja, het is hun wat troffen in dit geval. Het is onduidelijk hoe lang het oude sluiting nog dwars zal. Dat hing het af van de snelheid waarmee de externe partijen de problemen oplossen kan.